veel veiliger, zegt minister Schippers. Kinderen onder de 17 mogen elkaar niet meer tegen het hoofd schoppen of slaan. Sinds zijn 12e kickbokst Ronnie Stuivenberg een keer of 4 per week. Hij heeft dus al heel wat vuisten tegen zijn hoofd gehad. Ik zou eerlijk gezegd niet weten, want het touw ben ik kwijtgeraakt, maar ja, best wel wat. Hij draagt bij wedstrijden altijd een helm en denkt dat de gevolgen van alle klappen wel meevallen. Zo hard komen ze niet aan, als ik ze krijg. Hoe komt dat? Omdat ze toch rekening houden met elkaar. Mark Groels onderzoekt de gevolgen van de vechtsporten op jongeren. De conclusies van het onderzoek laten nog wel even op zich wachten. Maar dat al dat vechten voor je hersenen niet goed is, staat vast. In Amerika is er een studie gedaan waarbij ongeveer 1 op de 5 mensen die regelmatig klappen op hun hoofd krijgen en ten gevolge daarvan hersenschudding oplopen, dat zijn tekenen vertonen van dementie. Voor jongeren zijn die hersenschuddingen straks dus verleden tijd. Het doel is ook je hoofd raken. Betekent dat niet het einde van het kickboksen? Nee, dat denk ik niet. Er valt vast wel wat op te verzinnen. Want je kan ook heel veel op het lichaam raken en op de benen. Hij is de 17 net gepasseerd en valt dus niet onder het verbod.